Jongens, waar ga ik beginnen? Oh mijn god, ja, dit is niet best. Dit is niet best. Welkom bij deze nieuwe video op mijn kanaal, dames en heren. Je hebt het waarschijnlijk al aan de titel gezien. Ik ben geband en ik ben iets kwijt. Ik weet het allemaal niet. Oh, maar goed, hoe? Oké, ik ga het in deze video proberen uit te leggen voor jullie. Welkom in ieder geval bij deze video. Vergeet even niet een like achter te laten. Ben je nieuw op mijn kanaal? Abonneer eventjes, want er is op dit moment zoiets kuts gebeurd, jongen. Oh, wat is dit nou? Echt. Dit is niet leuk, maar... ik ga het proberen uit te leggen voor jullie, aan jullie. En het heeft te maken met Fortnite. Het heeft te maken met mijn supporter creator code. Dus ja, laten we gewoon gelijk gaan beginnen. Als YouTubers zijnde, zeg maar, zoals ik. Ja, neem een paar andere Fortnite YouTubers die Fortnite uploaden. Kan je natuurlijk bij een aantal abonnees, et cetera, Twitch subscribers of iets in die richting. Je natuurlijk je eigen supporter creator code aanvragen. Maar, dat had ik. Heel veel mensen hebben dat. Alleen is er laatst een update gekomen in het supporter creator systeem. Waarbij je dus iets moet invullen. Iets moet accepteren en zo. En ja, dat moest je dus op een goede manier doen. Want als je dat dus niet op een goede manier deed, kon je dus kiezen om of het aantal euro's wat je van je supporter creator code had te krijgen aan V-Bucks. Of gewoon door te kunnen gaan met jouw supporter creator code en dat dus als geld te krijgen. Die twee opties waren er. En als je dus voor de eerste optie koos in plaats van de tweede optie, dan werd je dus uit het supporter creator program gekickt. Wat dus inhoudt dat je geen supporter creator code meer had. En ik had dat op dat moment niet ingevuld. Wat betekent dat ik mijn supporter creator code kwijt ben. Maar ik ben er achteraan gegaan. Volgens mij heb ik hem terug. Daar gaan we straks even naar kijken. Ik hoop het in ieder geval wel. Anders ben ik letterlijk alles kwijt. Ben ik mijn supporter creator code kwijt. Ben ik mijn parcours map kwijt. Ben ik de support van jullie kwijt. Maar goed, het is natuurlijk wel even heel erg schrikken. Ik was echt verdrietig op dit moment. En ik was op dat moment gewoon eventjes geband. Ik was dus gewoon geband van het supporter creator program. Want ik kwam dus niet meer in. Gelukkig heb ik wel een connectie bij Epic Games werken. Die mij heel erg veel heeft geholpen. Dus dikke shout naar hem in ieder geval. Hij verstaat helemaal niks van deze video. Maar wat wij eerst eventjes gaan doen. Is we gaan kijken naar zielige momenten, dames en heren. Van Fortnite of rare momenten. Dus laten we eventjes gaan beginnen. Want ja, ik ben echt blij dat het hopelijk gefixt is. Daar gaan we dadelijk natuurlijk achter komen. Want als het niet is gefixt, ben ik echt de lul. Dat is wel echt een dingetje. Dus ik ben benieuwd of we ook een beetje zielige momenten gaan tegenkomen. En deze guy valt gelijk dood. Ja jongen, echt. Ik hoop dat ik het dadelijk terug heb. Dus om de tijd eventjes te doden, kijken we gewoon deze video uit. Geen match meer en dan valt dood. Bro, dat is niet slim, maat. Dat is niet zo slim. Mama Benjifishy. Is dit de moeder van Benjifishy? Serieus? Oh nee, hè. Oh nee, ja, daar gaat ze. Ja, rip in de chat voor haar, dames en heren. Maar ja, toen ik dus dat mailtje kreeg van, yo, you are no longer part of the Epic Games program, dacht ik, ah, oh nee, dit ga je niet menen, hè. Toen dacht ik echt, dit ga je niet menen. What the fuck is dit? Huh? Ja, joh, spring ons dood naar beneden. Nice. What the heck? What the heck is dit dan? Kijk, dit kan mijn opa zijn. Dit kan mijn opa zijn, jongens, hé. Oh, nou ja, nu is hij, nou, ja, dit is klaar. Dit is klaar. Oh ja, nog. Dit is klaar, ja, inderdaad. Ja, hij gaat je toch killen, maat. Helaas, you died, inderdaad. Oh mijn god, jongens. Oh mijn god. What the heck, alright. Nou, deze guy speelt in Lazy Lake potje uit... oh, goede loot. Deze guy heeft aardige loot, oh ja. Welke taal is dat? En hij valt dood. Nice! Lekker, bro. Dat was ook mijn reactie toen ik vanochtend dat mailtje kreeg. Wat gebeurde daar? Ik heb even niet doorgehad wat daar gebeurde. Nou, deze chickies zijn nog niet heel erg goed. Maakt niet uit. Dit doet pijn aan mijn oren. Dit doet pijn aan mijn oren, man. Hé, hey, dit is normaal, jongen. Bro, dit doet echt pijn aan mijn oren. Ik kan dit niet luisteren. Ik kan dit niet luisteren. Ja, ze heeft out of match. En nu gaat ze naar beneden vallen. Ja, standaard. Standaard fout die in het begin wordt gemaakt. Helaas, meisje. Helaas. Oh ja. Oh ja. Tuurlijk. Bro. Wat is dit? Wat was dit? Even serieus. Wat was dit? Oh ja, dat is 1, dat is 2. En dat is nummer 3. Oké, dit heeft hij ziek gedaan. Dit heeft hij ziek gedaan. Als ik mijn supporter creator code niet terug heb, mag je van hem gebruiken. Ik hoop echt dat ik hem dadelijk terug heb, jongens. Ik zweer het je. Daarom blijf kijken, want ik hoop echt dat ik hem zo meteen terug heb. Dit is wel echt, dit is wel nice. Maar die auto krijgt damage, of niet? Krijgt die auto damage hiervan? Nee. Wat, kijk hoe hoog je kan. Dit is ziek! Zullen we dit een keer uitproberen in een video? What the heck? Dit was lijp. Oké, deze guy heeft wel genoeg match. Dus ik weet niet wat er nu gaat gebeuren. Oh, dan valt hij daar naar beneden. Nee. Oh my god, nee. Bro, nee, dit meen je niet. Nee. Jiet hem naar beneden. Jiet hem naar beneden ofzo. Wat ga je doen? Ga je hem naar beneden hakken? Nee, je gaat hem niet naar beneden hakken, toch? Wat is hij aan het doen? Kan je hem...
Nee. Wat is je team? Springen ze samen naar beneden, wat een cirkels. En hij ook nog. Oh, hij heeft het wel overleefd. Oké. Je hebt in zoveel damage gemaakt. Dit is een beetje Duits praten volgens mij. Ja, dank je. Een biesje Duits. Oké. Oh, nee. Oh, dit heeft pijn om te zien. Hij weet ook dat hij fucked is. Hij weet inderdaad ook dat hij fucked is. Jullie zagen het, hè? Oh, jee. Oké. Dit wordt een pickaxe battle. Oké, hij wint er één van. En nu? Moet hij rennen voor zijn leven, want die guy heeft natuurlijk geen wapen. Hij moet rennen voor zijn leven. Oh mijn god, hij heeft een auto. Snel omhoog rijden. Bro, dit heeft hij lijp gejoe. Oh mijn god, die auto komt achter hem aan. Oh mijn god. Oh mijn god, dan wordt hij achteruit doodgereden. Dat meen je niet. Dan wordt hij achteruit doodgereden. Nee. Oké, jongens. Het moment van de waarheid is aangebroken. Ik ga nu mijn Fortnite opstarten en ik ga hopelijk zien of mijn supporter credit code terug is, ja of nee. Dus laten we Fortnite op gaan starten. En dan ben ik zo bij jullie terug. Ik hoop het zo erg. Nou, het moment van de waarheid. Daar zitten we, jongens. We gaan Fortnite opstarten. Ik ben benieuwd of ik mijn supporter credit code terugkrijg, ja of nee. Als ik het niet terugkrijg, jongens, echt. Oh, dit is zo spannend. Ik vind het zo spannend, echt waar. Ik hou dit niet. Oké, okay, connecting. Voor mij was een update net. Dus ik hoop dat ik de servers inkom. Daar heb ik helemaal niet op gelet. Beter zijn de servers al online, anders zou het helemaal fucked up zijn. Oké, let op. Ready, checking for updates. Oké. Als ik mijn account überhaupt al inkom, zou ik het mooi vinden. Dat gaat sowieso wel lukken, geloof ik. Logging in. Alright, here we go. Contacting services. Downloading profile. Downloading keychain. Ah, kom erin, alsjeblieft. Creating party. Fetching dynamic contact. Oké, voor mij kom ik sowieso er wel in. Hoop ik. Please. Oké, daar zijn we. Oké. Ik zie, oh my god, de chest er links onderin staan. Oké, here we go. We gaan naar Battle Royale. Oké, kom op. We hebben één ding nodig. En dat is dus dinges inkomen. Oké, wat is er nieuw? Dat is update dag geweest volgens mij. Oh, nou, prima. Alright, oké, we zitten in het account. Nee, ik wil geen friends add op dit moment. Not now. Oké, we hebben mijn account in ieder geval terug, zoals je kan zien. Alright, met mijn account terug. We hebben ook gratis dingen gekregen. Dat boeit me allemaal niet. Ik wil gewoon mijn freaking code terug. Ik kan niet tegen die uitroeptekens. Oké, we gaan naar de itemshop. Oké, supporter credit code staat none. Oeh, jongens, ik ben zo tantoe zenuwachtig. Ik ben zo freaking zenuwachtig. Dadelijk heb ik hem niet terug. Oké, we gaan het gewoon proberen. Supporter credit code. Oké, here we go. Mijn code is natuurlijk gewoon oh my god, Chesto. Precies zoals je mijn YouTube naam ook schrijft. OMGITS. In kleine letters en dan Chesto met hoofdletter TESTO. Alright, jongens. Ik heb het ingetikt. Als ik nu op R2 klik. Als ik nou op mijn R2 button ga klikken. Moet die ingevuld worden. Dus ik ga dat nu doen. R2. Oké, hij staat er. Maar nu moet ik hem nog accepteren, jongens. Als hij het niet doet, hè. Als hij het niet doet, dan kan ik echt huilen. Here we go. Oké, zijn jullie er klaar voor? Ik wel. Ik durf niet op accept te klikken. Maar gaan we. Oké, 3, 2, 1. Ik ga niet durven kijken. Oké, ik ga nu op vierkantje klikken. Komt-ie. Ik heb nu op vierkantje geklikt. Oké, ik durf niet te kijken. Ik ga mijn ogen open doen in 5 seconden. Dan ga ik, als het is gelukt, ben ik zo blij. Oké, 5, 4, 3, 2, 1. Oh mijn god, ik heb hem terug. Oh mijn god, ik heb hem terug, jongens. Mijn hart, ik heb hem terug. Oh, ik kan wel janken van geluk, ouwe. Let's go, jongens. Oh mijn god. Nou, als je nog een code wil gebruiken, support me alsjeblieft, want ik ben al mijn supporters kwijtgeraakt. Dat wel. Maar gelukkig heb ik hem terug, jongens. Oh mijn god. Yes!